Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Voor vraag 1 hebben we de formule van de baansnelheid nodig. Daarnaast moeten we ook even goed de vraag lezen, want we krijgen nog twee andere dingen gegeven: namelijk dat de straal van muntje p twee keer zo groot is als de straal van muntje q en dat de omlooptijd van p ook hetzelfde is aan de omlooptijd van q, want ze liggen allebei op dezelfde schijf. We gaan eens kijken of we de snelheid van q kunnen uitdrukken in een formule. Die ziet er zo uit. Als we hetzelfde doen met p, dan ziet dat er zo uit. Maar nu gaan we in plaats van rp invullen dat het gelijk is aan 2 keer rq. En dan krijg ik deze formule. Als ik nu de 2 voor de breuk haal, dan zie ik eigenlijk dat ik 2 keer de vergelijking heb gekregen die ook staat bij vq. Dus hier staat eigenlijk dat de snelheid van muntje p twee keer zo groot is als de snelheid van muntje q. Vraag 2. In deze vraag gaan we de formule van de baansnelheid gebruiken om uh, echt een van de grootheden uit te rekenen. En de grootheid die hier gevraagd wordt is de grootheid R, de straal van de cirkelbaan. En ik ga dus eerst deze formule omschrijven zodat er staat R is. En nu kan ik eigenlijk alles aan de rechterkant invullen, want ik heb alles gegeven gekregen in de vraag. Als ik het netjes invul en uitreken, dan komt eruit 4,3 x 10 macht 3 meter, oftewel 4,3 kilometer. Vraag 3. Als we kijken naar de situatie van de bol die een cirkelbeweging maakt, dan weten we dat het alleen maar kan wanneer er een middelpuntzoekende kracht op die bol werkt. En die middelpuntzoekende kracht die wordt gegenereerd door de spankracht van het touw tussen de Atleet en de bol. Op het moment dat de atleet het touw loslaat, eh, valt die spankracht weg en is er dus geen middelpuntzoekende kracht meer. En wat de bol dan doet, is door blijven bewegen in de richting die hij op dat moment had. Vraag 4. Vraag 4 bestaat uit twee dia's. Het muntje maakt een eenparige cirkelbeweging. Dat kan alleen maar als er een middelpuntzoekende kracht op het muntje werkt, zoals hier getekend is. En als je nagaat welke kracht voor die middelpuntzoekende kracht zou kunnen zorgen, dan is dat de schuifwrijvingskracht van de plaat op het muntje. Vraag 5 Om deze vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk in twee stappen werken. Als eerste gaan we eens kijken naar wat kunnen we zeggen over de baansnelheid van die vrouw ten opzichte van de baansnelheid van de man. Dit is de formule voor de baansnelheid. We weten dat de straal van de cirkel die de vrouw maakt anderhalf keer zo groot is als de straal van de cirkel van de man. Daarnaast weten we ook dat de omlooptijd van beide mensen gelijk zijn, want ze houden elkaar vast en ze vormen eigenlijk synchroon. Die beweging uit. Nou, we gaan dus de snelheid van de man uitdrukken. Als we de snelheid van de vrouw ook uitdrukken dan krijgen we deze vergelijking. Nou, nu kunnen we op de plek van uh, de straal van de vrouw, R vrouw, invullen dat die gelijk is aan anderhalf keer R man. Die anderhalf die kunnen we voor de breuk zetten en wat we eigenlijk zien is dat uh, de snelheid van de vrouw anderhalf keer de snelheid van de man is geworden. Dit gegeven hebben we nodig. Om te gaan kijken naar wat kunnen we zeggen over de middelpuntzoekende kracht. Nou, die man en die vrouw die houden elkaar vast, en dat betekent eigenlijk ook dat die middelpuntzoekende kracht op de man even groot moet zijn als de middelpuntzoekende kracht op de vrouw. Nou, wat wisten we nog meer? We hebben net afgeleid dat de vrouw een anderhalf keer zo grote snelheid heeft als de man, en dat de straal van de cirkel van de vrouw anderhalf keer zo groot is als de straal van de cirkel van de man. Ik ga nu die beide middelpuntzoekende krachten aan elkaar gelijkstellen, en dan krijg ik deze vergelijking. Nu ga ik de snelheid v vrouw weer substitueren met anderhalf keer v man en de straal r vrouw substitueren met anderhalf keer de straal van de man. En als ik dat doe dan krijg ik deze vergelijking en uh, als je goed kijkt dan zul je zien dat heel veel van de variabelen tegen elkaar wegvallen. v kwadraat man staat links en rechts van het is-teken en R-man ook, en als ik dat allemaal netjes wegstreep, en niet vergeet dat die anderhalf boven de streep rechts in het kwadraat staat, dan krijg ik deze vergelijking, en dit kan ik verder vereenvoudigen, en dan komt eruit dat de massa van de man precies anderhalf keer zo groot is als de massa van de vrouw.